Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corine en de Beestenboelen. Ja, meisje. En daar hebben we er nog één. Ja. Zal ik er een keer zo. Jij. Ja. En wie komt er straks? Willy, hè? Ja, tante Willy komt er. Ja. He, maar het is rot weer steeds. Steeds regen. Maar we gaan er straks al doorheen. Ja, echt. Maar ik moet ook weer met spoed en gang voor elkaar. En ja, dan moet weer wat uitgehaald worden. Maar dat komt ook wel weer goed. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, we gaan gewoon ons best doen. En ik ga eens even mijn... kopje even afwassen voor de koffie en het kopje van Willy opzoeken. Die staat geloof ik of in het kastje of nog in de vaatwasser. Nee, dus niet in de vaatwasser. Niet in, in het kastje, dus dat in de vaatwasser. Dat dus, ja. Ja, moet wel gepakt worden, hè? Anders kun je straks geen koffie krijgen. Ja. Maar ja, mijn kopje is ook even schoon. Ik heb hem van de week voor het eerst in de vaatwasser gehad. En dan denk je zo, normaal doe ik het met mijn handen afwassen. Maar ik had geen zin meer in koffie. Ik zat er wel aan een watertje. Nou, ik denk hop, weet je. Watertje, misschien vanavond een sapje, maar ik heb gewoon geen zin in koffie. Dus hij kan in de vaatwasser. Ik denk dat ik gelijk zien wat het embleem doet van de Dirk Eduard. Laat ik maar even netjes wezen. Dus ja. Ja, ook dat gaat er natuurlijk af, hè. Van het kopje niet, maar van het schoteltje wel. Maar dat komt weer door het kopje. Door het randje. Ja. Kijk maar, hier gaat het erop af. Maar op mijn kopje niet. Nee. Dat dus. Nou, dan kan die weer opgeruimd worden. Hop, dan moet ik even kijken waar dat lepeltje is gebleven. Daar niet. Is dat hier al eens het lepeltje? Die is van Willy. Ik was het lepeltje kwijt van Willy. Ja, dat is niet leuk, hè? Nee, want het is nog een lepeltje van vroeger van mij geweest. Dus hij is al heel erg oud. En ja, dan moet het wel een beetje charme erop zijn, hè? Ja, dat dus. En voilà. En dus is gevond. Gevond. Eventjes daar het water uit. Daar zat nog water in hier al. Ja, als het zo staat, dan blijft dat leggen, hè. Toch. Ook weer klaar. En het kopje is nog van mijn mannetje geweest. Maar ja, ook dat ging op een gegeven moment neer. Omdat hij een spierziekte had, moest hij dat zo doen. En dat ging niet meer. Hij heeft een speciale beker ooit voor hem gekocht. Dus die beker die stond al
is een schuine beker met twee oren, dus ja. En ook nog een tuit, een deksel erbij met zo'n tuitje, dus als het helemaal niet meer ging, kon dat ook, weet je. Maar dat is gelukkig niet gebeurd, dat hij dat moest doen met die deksel erop. Maar het is wel bizar allemaal als je je man toch wat ziet aftakelen. Maar we wisten ervan. Maar hij kon er wel heel lang mee blijven leven. Maar je hart is ook een spier. Maar ja, hij had dus een hartinfarct. Hij mankeerde meer en het had niks met de spierziekte te maken. Misschien zijn hart wel, maar acute leukemie heeft niks met spierziekte te maken. Een klier had ook niks met spierziekte te maken. Nee, enkel zijn hart. Ja, hij had een hartinfarct erbij. Maar dat andere had hij eerder, want hij stonk. Hij dacht eerst van hij had een scheet gelaten. Maar nee, dat was een inwendige bloeding. Dus ja, waar dat allemaal vandaan kwam, ik weet het ook niet. Ik heb zelf gedacht van een aorta, maar ik weet het echt niet. Nee. Ik heb hem wel na laten kijken, een biopsie laten doen, zowel in zijn hoofd, zowel in zijn lichaam. Maar het kwam eruit dat het niet door zijn spierziekte kwam. Maar hij had wel een hartinfarct en een hart is een spier. Dus die zie ik even niet zitten. Maar ja, ik ben geen dokter. En mijn dokters maken ook fouten. Want sinds wanneer is een klier een spier? Er wordt dan gezegd van ja, het behoort bij je spierziekte. Nou nee, dat behoorde dus niet bij je spierziekte. Had toen gelijk doorgestuurd moeten worden. Maar dat heeft die klootzak van een huisarts niet gedaan. Sorry voor mijn woordkeuze, maar het is nou helemaal zo. Het is gewoon bar. Ja, warmboos. Ja, dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van je dingen. En geniet ook gewoon een beetje mee. En ik wacht lekker tot wel Willy er is. En als Willy aan het werk gaat, dan de trap moet ook naar binnen. Want ik heb de trap zelf nodig. Zij niet waarschijnlijk, maar ik weer wel. En ze mag dat ding uitproberen, dat nieuwe apparaat. Ja, een vibrator is er niks bij mensen. Jeetje. Dat is die buis die trilt. Nee, er is niks. Er is helemaal niks. En dan kan je hem... Met een USB kan je hem opladen, dus zelfs aan de computer kan hij opgeladen worden. Ja, er zit een boender, zit er nou aan en dan heb ik nog een schuursponsje en ik heb nog om ramen te lappen. Of de vloer te dweilen. En ik zeg op mijn woord, gebruik dat maar even voor de ramen te proberen. Lukt de ramen niet, kan je altijd de vloer ermee doen en het kan gewassen worden, ja. En ik wil zien of ik meerdere doekjes kan bestellen erbij. Want dat moet wel kunnen. Want het is een merk. Want je hebt ook grote schoonmaakmachines voor bedrijven en kantoorruimtes, et cetera. Dus dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet ook een beetje mee. Tot later. Doei, doei. Was met klompjes. Rudy Karel. Ja, Willy is lekker aan de gang om ramen te lappen. Ja. Dat gedeelte is al schoon. En nu is hij met de tuindeur bezig. Ook de slingers zijn alweer van het plafond af. En ik heb mijn lieftallige dochter Karen aan de telefoon. Dus ja, dat dus. En de keukenraam heeft ze ook al schoon. Dus daar ben ik ook alweer blij mee. Dus. Moet je nog lappen hoor. Hé, wie? Die moet er nog lappen hoor. Oh, moet je dat nog lappen? Nou, dan moet je eens kijken hoe schoon dat lijkt dan. Ja. Ja. Schoner dan dan dat raam. Want dan moet je kijken hoe het van buiten is. Ja, hallo, wat denk je? Er staat altijd winters regen en zon op. Ja. Echt. Binnen is het schoon, maar buiten? Jongen. Ja, maar ook voorhek wel de winter op. Nou, dat valt wel mee hoor.
Neus, want dan hoor je het tegen het keukenraam aan kletteren en dan hoor je daar niks. Ja, maar dat ligt er net af wel op de wind staat. Ja. En dus. Ja, want dan kunnen we weer met Halloween bezig. En ook ben ik met een vlog bezig. En ik moet ook weer eventjes een Karina-vlog weer terugtoveren. Want ik schijn daar geluid bij vergeten te zijn. Nou, ik kan het me niet herinneren. Maar het zal. Ja, het zal. En Rijka, die is niet helemaal happy. Nee, nog steeds niet. Ik weet ook niet waar ze is. Waar is ze? Rijka? Oh, onder de eten. Kom hier. Onder de eten. Ik heb je gespot, Rijka. Ja, ik heb je gespot. Nou, die is niet helemaal happy. Ja, nou ja, kan gebeuren. Zijn we allemaal wel eens. Weersverandering. Weersverandering, zegt Willy. Dus. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Wat? Wie? Oh, de spijker. Welke spijker? In het kozijn. Ja, kan er niks aan doen. Er zitten er meerdere erin. En die zaten er al in dat, dat we hierin kwamen te wonen. Nou ja, makkelijk om dingetjes aan te hangen. Ja, dat weet ik. Dus die laten we gewoon zitten. Potverdomme, dat piek ik helemaal. Ik ben nou helemaal beslaattafel. Je bekiekt het maar. Ja, je hebt er gewoon mee te dealen. Dus dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, Willy is alweer reeds al lang alweer naar huis. En zoals jullie zien staat de bank nou hier. Dus met andere woorden, de stoel die staat daar. En de trap die staat klaar. En ik heb Spooky daar al hangen. En naast Spooky een pompoen, daar een pompoen. En er staat daar een pompoen. Maar die wil ik eigenlijk proberen om die buiten te zetten. Maar ik moet er ook om denken dat hij niet weg gaat waaien, nee, met storm. Ja, je weet me nooit, hè. Ja. En ik had een tafeltje voor de kachel staan. Daar ligt nou een spin op, maar ik ben al druk bezig, dus ja. Dat dus. En daarom is het ook leeg, nou, kaal. Maar er komt ook nog verandering in. En ja, het komt helemaal goed. En ja, als ik nog 2 of 3 keer een vlog opnieuw heb gedaan voor Karin, 1 vlog. Ja, de muziek deed het niet. En hoe dat kan, ik weet het niet. De muziek deed het wel op de computer, in eerste instantie. Maar later deed hij het niet meer. Dus ja, opnieuw gedaan, hoppata. Ik heb een vlog van mij ook in elkaar gezet. Kijken of die al op YouTube klaar is. Ja, ook al klaar. Nee, dit is nog voor Karin. Ja, natuurlijk is die voor mij dan klaar. Die voor Karin is ook alweer klaar. Dus kan ik sluiten. Hoppata. Ja, en dan ga ik eerst een bakje koffie doen. Even pauze houden. Want ik verga natuurlijk, zoals jullie licht weten, van de pijn. Maar ook, dat komt er zijn. Ik hoop dat het ooit goed komt. Ja, gewoon doorgaan met ademhalen en dingen doen waar je plezier aan hebt en beleeft. En dat doe ik. Ja, ik heb hier gewoon plezier aan. Gewoon gezellig maken in je huisje. En dit is dan een beetje Halloween. En ja, ik moet even op mijn spin zoeken en mijn hoed zoeken. Ik geloof dat het daar ook ergens in zit. Want dan kijk ik ook naar Karel kijken of ik Karel op mijn hoed vast ging zetten. Ja, dat moet toch ook gedaan worden. Maar ik ga nu eerst lekker een bakje koffie doen en even genieten van dat dus, de rust. Heerlijk. Dus zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 2:51, bijna 3 uur. Computer heb ik al uit, televisie nog niet, maar ja, ik ga zo wel naar bed. Want het is wel weer uit met de pret, maar het heeft de halve avond hier wel het onweren geweest en het spoelen geweest. En af en toe dan flitst het me nog langs de ramen heen. Maar ik heb mijn Halloween hek al klaar. Ik kan het wel laten zien, maar je ziet, ja, het is donker, dus ja, ik hoop dat jullie wat zien, maar daar ga ik mijn Spooky. Ik had andersom dan vorig jaar. Nou met het gezicht naar buiten. En dan vond ik al allemaal spinnetjes.
pompoenetjes, spookies, ja, dat dus. De hokken spookies. Ja. Ja, en dan de lamp spookie. Nou ja, de tovenaar die hangt er altijd. Daar ook een spookje aan die lamp. En de keuken ook. Ja, ook al klaar. Maar ik zal het morgen even weer beter laten zien. Ik moet dit ook nog opruimen. Het vitraatje moet naar boven. Maar dat doe ik morgen overdag wel. En dat moet ik weer opruimen. Dat ligt vol. Dat moet ook gewoon weer naar boven, et cetera. Maar ja, dat is werk voor overdag en niet 's nachts. Nee. Dus dat zien we morgen wel weer. En morgen, als het droog is, want het zal morgen ook regenen. Maar als het droog is, of tussen de buien door, laat ik het vanaf buiten zien, het raam. Ja, toch? Gewoon leuk. Oh ja, mijn pompoen moet ik ook nog even uitdoen voordat ik dat vergeet. Daar zit ook een lampje in. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. En ik zou nou zeggen, welterusten en lekker slapen. Morgen uiteraard weer gezond op. En jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.